In het provinciaal domein Puijenbroek in Wachtebeke is gistermorgen het eerste belbos van Vlaanderen aangeplant. Een twintigtal vrijwilligers van Curieus, de sociaal-culturele vereniging van SPA, planten struiken en lindenbomen aan. Het resultaat van een gsm-inzamelactie. We hebben ongeveer 2000 gsm's opgehaald. Dat betekent dat we vandaag al 370 bomen hebben kunnen planten daarmee en een vogelkijkwand hebben kunnen bouwen hier in het provinciaal domein. En daar komen nog bomen bij. Wereldwijd wordt maar 1% van de gsm's gerecycleerd. Nochtans zitten er edele metalen in, zoals goud en koper. We hebben wel geprobeerd om onze vele afdelingen hier in Oost-Vlaanderen en Vlaanderen te mobiliseren om op die manier mensen bewust te maken van de waarde die een oude gsm heeft en meteen gekoppeld aan iets waar we in Vlaanderen niet goed in zijn, namelijk beboste gebieden. En dus hebben we van twee dingen één gemaakt, oude gsm's voor nieuwe bossen. Oost-Vlaanderen heeft heel weinig bos, maar 5% van Oost-Vlaanderen is bos, dus we kunnen nog wel wat groen gebruiken, alle beetjes helpen en als je dan toch zo'n oude afgedankte gsm hebt waar jij niet meer mee bent, maar waar wij nog bomen mee kunnen planten, dan is dat denk ik een hele mooie deal. In heel Vlaanderen zijn bijna 10.000 gsm's verzameld, goed voor 5 hectare belbossen in de 5 Vlaamse provincies.